Moet ik eerlijk zijn. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Is Ruud de Wild heeft dat gedaan? Volgens mij in het jaar dat TMF opgericht was, hadden wij onze eerste clip ook. En die heette Wurst und Käse. Dat was een Duitsstalig nummer. En die is toen ook nog regelmatig gedraaid. En het was echt een gruwelijk slecht clipje. Maar ze draaien hem wel en dat vond ik wel heel sympathiek. Mein Großvater hasst euch. Er sagt, das sind alle Schweine. Die haben zu viel kaputt gemacht. Ich kann sie nicht leiden. Aber das war 50 Jahre her. Seitdem ist viel geschehen. Wir dürfen es nie vergessen. Aber müssen weitergehen. We hadden in het begin ook wel een beetje gespannen, ja, tussen aanhalingstekens, verhouding met TMF. Want wij kwamen uit die punk underground. En TMF, dat was natuurlijk commerciële televisie. Dat was vies en dat mocht niet. Maar wij hadden eigenlijk zoiets van, ja, hey, fuck it. Als die zender onze clips wil uitzenden, dan gaan wij toch niet zeggen, nee, dat mag niet. We zijn niet met een hele groep gekomen van, nou, we gaan naar de Heideroze. Ja. Je hebt er zin in? Ja. Nou, je hoort het. Ze hebben er ontzettend veel zin in. Ik ook. Dus ik zie jullie zo meteen gewoon gezellig weer terug. Ze wil weten wat ik van de Heideroosjes vind. Ja, ik ken ze wel, tenminste, van de cd. Maar, nou, wat vind jij ervan? Ja, ik vraag wat jij ervan vindt. Ja, yes, kom op. Nou, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel ontzettend goed initiatief. Zo'n soort band in het Nederlands die eigenlijk heel internationaal zingt. Maar toch bij het Nederlands houdt en die zich toch een beetje van het commercialiteit af probeert te wenden. Nou, we waren op zich wel een vreemde eend in de bijt, omdat wij zo net, wij waren wel populair, we trokken volle zalen, we speelden op grote festivals, maar we waren, en we zijn eigenlijk nog steeds, niet echt een band die het moet hebben van hitsingles. Wij zijn meer een albumband, zou ik maar zeggen. Wij verkopen albums en we zijn minder op singles gericht. I'm back full of stories, it's all I have got, but I'm not unhappy, oh no I am not. Live out of a suitcase, but I like it a lot. A bag full of stories, it's all I have got. A bag full of stories, it's all I can give. I travel the scene, cause that's how I live. Maybe we'll make it, maybe we won't. But as long as I play, I don't care if we don't. A
of stories, tales of my life. Imprisoned in music, my way to survive. You may take my money, or yes, take it all, but you can't get my spirit, my music and soul. Nou, een nummer uit die tijd en wat voor mij ook, zeg maar, dat is uit de beginperiode van TMF. Dat is Basket Case van Green Day. Green Day was eigenlijk de eerste punkband van de tweede generatie. Je had dan in de jaren 70 had je de Sex Pistols en de Clash en allemaal dat soort bands. En halverwege jaren 90 had je dan een nieuwe generatie punkbands. Green Day was daar een soort voorloper van. En ook eigenlijk de eerste band die echt veelvuldig op zenders als TMF kwam. En ik weet nog dat ik hun clip Basket Case zag en dat ik dacht van... Dit is cool, want die gasten die hebben een clip en die microfoon van die zanger, daar zit gewoon een stuk tape om die microfoon bij elkaar te houden. Ik vond het zo cool uitzien dat ik dacht, ja, als het hun lukt, nou, dan lukt het ons ook. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Happy die kwam in, dacht ik, februari 2003 uit. En het ging daarna best snel. Er was veel vraag naar. En I guess we did nearly anything there was to do. Ik bedoel, Jacob en ik die gingen 's ochtends vroeg met, I think it was your dad's car or something. Ja, yeah, op BMW gingen we zeg maar langs alle radiostations. Iedereen die ons wilde horen, geïnteresseerd was. Nummer ging overal, koesie gitaar, zang, 's ochtends vroeg. Maakt niet uit, gewoon spelen op alle radiostations. Uiteindelijk waren gewoon heel veel succes in de charts. I hope you don't feel just like me. I hope you don't feel just like me. I hope you're happy. Don't feel just like me. I hope you don't feel just like me. I hope you don't feel just like me. Vanaf het begin was ik altijd natuurlijk geïnteresseerd in muziek en bands en zo. Dus TMF was natuurlijk altijd een zender waar ik naar keek en gewoon hey. En natuurlijk cool was omdat je Nederlandse bands zag. Daarvoor had je ook die Engelse MTV en had je buitenlandse acts. Ook leuk natuurlijk, maar het is natuurlijk cool om te weten van hey, wat gaat er hier rond. Ik dacht natuurlijk aan van hey, we moeten ook een keer op die zender komen, clips. Ja, moet lukken. Dus een aantal jaar is het gelukt. Dus, Maar gasten van vandaag, Roger van Intwijn en twee van de jongens van de band. Kevin en Jacob. Applausje. Even klappen, jongens. Hallo, jongens. Goed. Leuk dat jullie er zijn. Hey.
Kom lekker staan. Ik, mijn Dudley heeft was wat lekkers jullie ingeschonken. Rietje erbij, jongens. Geen rietje erbij? Nee. Nee, dat is, Nee? Nee, doe maar niet. Cheers. Hey, voordat we beginnen, ik heb echt iets heel erg cools. Jullie cd komt deze maand uit. En nou dacht ik, misschien is het wel leuk als jullie gewoon je ultieme cd-cover gaan maken. Dus loop even met me mee. Ik heb hier een paar spuitbessen neergezet. Persoonlijk uitgezochte kleurtjes, dus ik hoop dat je ze leuk vindt. Ik vind het gek. Jullie hebben alle twee een blad. Deze niet mooi. Nou, dan gebruik jij die niet. Het is helemaal jouw keus. Ga jij lekker aan de slag en jij ook. Maak er wat van wat voor jullie gewoon de ultieme cd-cover zou zijn. Helemaal je eigen ding. Maak er echt wat moois van, want dit wordt gewoon verloot onder jullie fans. We'll be right back.